Dutch materialism was bedacht als woordgrap. Alle vier ontwerpers zijn bezig geweest om vanuit het materiaal tot verrassende, zoals Vincent Bijlo tegen ons zei vandaag, verrassende twist te geven aan het bekende. Ik vond het heel erg bijzonder toen Vincent Bijlo vanmiddag vertelde dat voor hem het zien een vorm van boetseren is. Dat betekende dat hij alle stukjes een beetje moest voelen, dat hij alles moest tasten en dan uiteindelijk geur, klank, maar met name ook tast, dat er uiteindelijk een eindbeeld ontstaat. Ladies and gentlemen, Dutch Materialism, onze show voor de komende 3 maanden. Wij verheugen ons op jullie komst. Wij vinden het fantastisch om het werk van Geke Lensink, Jesse Visser, Mark van Nederpeek en Wiebert Boonstra met jullie te mogen delen. Wij zijn het podium, wij zijn de verhalenvertellers, zij zijn de ontwerpers. En daarachter zit een ontwerpbureau die dat allemaal weer kan vertalen naar totaal interieurs, architectuur, you name it. Oh.